Hoe mooi zou het zijn als je kan duiken zonder dat je koude handen hebt? Thermolution gaat het waarmaken. Geen koude handen meer onder water. En voor mij is dat een oplossing. Als ik duik met winterweer, dan heb ik echt zulke koude handen dat het gevoel uit mijn handen is. Dus voor mij is dit de absolute oplossing. Thermolution maakt nu verwarmingshandschoenen. En die verwarmingshandschoenen die gebruik je onder je neopreenhandschoenen, want het systeem is 100% waterdicht, of gebruik je in een droogpak met drooghandschoenen. Dat kan dus ook. De handschoenen van Thermolution komen in twee verschillende samenstellingen. We hebben een kitversie waarbij ze geleverd worden met de accu's. En we hebben een versie waarbij die geleverd wordt met twee splitskabels, een eikabel, waarbij je de handschoenen aansluit op alreeds een bestaand vest. Dit is dus kit nummer 1, bestaande uit een paar handschoenen en twee eikabels. We noemen dat de add-on kit, de toegevoegde kit die erbij zit. Of je hebt de full set. En de full set ga ik verder uitleggen. De full set bestaat logischerwijs uit een paar handschoenen. Twee accu's, twee accu pockets, twee banden om de accu pockets vast te zetten en om de accu's op te laden, wordt de lader voor 110 volt, 220 volt standaard meegeleverd. De verwarmingshandschoenen van Thermolution werken door middel van infraroodwarmte. Een infrarood verwarmingssysteem wat hier aan de achterkant van de hand gemonteerd zit in de handschoen. Het schakelmechanisme zit eronder, maar dit is het gedeelte hier wat de warmte geeft van de handschoenen. Deze warmte, in beide handschoenen logischerwijs, op dezelfde plek, zit aan de achterkant gemonteerd omdat daar het minste last is met pakken, bewegen, onder water. En deze warmte blijft dan in de handschoenen zitten, waardoor je handen lekker op temperatuur blijven. Het systeem infrarood dringt in de huid en wordt daarna opgenomen in een stukje circulatie, bloedcirculatie in de hand. En daardoor wordt die warmte heel goed verspreid in de handschoenen. Het verwarmingssysteem wordt gevoed door middel van een accu die ik er net al eerder heb laten zien. Ik heb de accu's vast voorbereid. Ik heb ze hier in de pockets heb ik ze gedaan, waarmee ik ze op deze manier mee kan nemen onder water. De armband die standaard meegeleverd wordt in het pakket heb ik vast voorgemonteerd. Maar hoe werkt dan het systeem? De handschoenen worden individueel gevoed vanuit een accu. De ene handschoen zit dus met een kabel verbonden met één accu, terwijl de andere handschoen verbonden zit met de andere accu. Op het moment dat je de accu aansluit, voel je hier in de handschoen voel je een vibratie. Het is een gelijkstroomsysteem wat waterdicht is, dus het mag op dat moment ook volledig meegenomen worden onder water. De accupack die ik hier los heb, die kan je het makkelijkste hier aan de bovenarm dragen. Je mag hem natuurlijk ook aan je onderarm dragen, maar vaak zit daar al een computer of een kompas. Dus hier aan de bovenarm is makkelijk. Standaard wordt er een klittenbandsysteem meegeleverd. We hebben ook een gebruikersidee gehoord om dat met bungees te doen. En dat trekt dan net even wat makkelijker aan. Als je het systeem dan aantrekt, dan heb je aan de bovenkant van de hand heb je hier een magneetschakelaar zitten. De magneetschakelaar zit op beide handschoenen, zodat ik namelijk op dat moment met deze magneetschakelaar hier contact kan maken met de ontvanger. En dan tel ik bij het aanschakelen tot 3. En bij de derde tel voel ik een vibratie 1 keer dat de handschoen is aangeschakeld. Andersom gezien doe ik dat voor deze handschoen hetzelfde. Daar hou ik hem 3 seconden vast, voel ik 1 vibratie en dan is ook deze handschoen aangezet. Dit doe ik nu hier makkelijk op het land, op het droge. In het water met neopreenhandschoenen is dit getest tot en met 14 mm neopreen en werkt dit volledig feilloos. Dus ja, dit werkt heel goed door neopreenhandschoenen 1. De handschoenen kennen 3 warmtestanden. Bij het aanzetten begint hij in niveau 1. En zodra hij hem dan voor de tweede keer aanraakt, trilt hij 2 keer, zit je in niveau 2. Raak je hem voor de derde keer aan, trilt hij 3 keer en zit je in niveau 3. Nu is deze handschoen aangeschakeld, doe ik dat andersom, dan heb ik datzelfde. Als ik de magneet tegen het ontvangertje aanhoud, trilt hij 2 keer en bij de derde keer trilt hij 3 keer. Ik voel de stralingswarmte van het infrarood, voel ik gelijk al op mijn huid. Als ik met droogbakhandschoenen ga duiken, dan voel ik hem wat meer verwarmen, omdat er geen koeling is van het water. Gebruik ik neopreenhandschoenen, dan op dat moment zit er meer water in mijn handschoenen, is er meer afkoeling en dan zou je wat meer een gehelere verwarming voelen.
Kijk, maar dat is natuurlijk op het droge. Ik heb hier nu wel warme handen, maar hier had ik geen koude handen. Dus ik schakel ze uit. 21, 22, 23, 3 tellen. En dan heb ik één lange vibratie. En die lange vibratie in dat geval zet de handschoenen uit. Erg belangrijk natuurlijk om ze uit te zetten als je ze niet gebruikt. Nu ga ik me klaarmaken om onder water te gaan. Want dit is op het droge. Maar ik ben natuurlijk veel nieuwsgieriger hoe het onder water gaat. Dus dat is wat we nu gaan proberen. Je hoort zo hoe het geweest is. Net boven van een heerlijke duik in Zeeland. Het water was maar 10 graden. De omstandigheden waren wel gunstig, maar het was het ideale moment om te kijken of de verwarmingshandschoenen van Thermolution ook daadwerkelijk waar konden maken waarvoor ze gemaakt zijn. Mijn handen warm houden. En dat kan ik je bevestigen. Ja, het is echt een wereld van verschil. De verwarming heb ik wel naar stand 3 geschakeld, omdat ik dan wat meer warm water in mijn handschoenen had. De vingers voelde je in eerste instantie wat frisser worden. Maar als je dan heel voorzichtig gewoon je handen beweegt, dan voel je het warme water voel je stromen. Dat heeft ermee te maken dat het verwarmingselement namelijk hier op de achterkant zit om je vingers wel voldoende bewegingsvrijheid te geven. En daardoor heb ik, wat zal het geweest zijn, een 3 kwartier lekker kunnen duiken zonder dat ik ook maar op wat voor manier dan koud in mijn handen heb gehad. Mijn fotocamera kon ik gewoon prima bedienen en alle gevoel was er en nog steeds heerlijk gewoon van temperatuur. In ieder geval, alle plussen en minnen bij elkaar, is het echt voor mensen die duiken en vaak koude handen hebben, aan het verkleumen zijn onder water en het niet meer leuk vinden of het gevoel in hun handen kwijt zijn door de temperatuur die koud wordt, je fotocamera moet kunnen bedienen, helemaal prima, dan is dit echt de ideale oplossing om gewoon elk moment te kunnen duiken en niet meer aan koude handen te hoeven denken. Ik zou zeggen, dat moet je proberen. Tot ziens onder water.